Hallo liefste Leo, mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse lezing. Voordat ik overga naar de lezing zelf, geef ik altijd een heel klein stukje astrologie met jullie mee. Ik kijk ongeveer een vijftiental minuutjes wat er momenteel op astrologisch vlak gaande is, wat belangrijk is voor jullie en daarna hop ik over naar de tarotkaarten zelf. Deze lezing is goed voor Leo zowel in ascendant als zonteken als eventueel ook maanteken. Goed? Dus we duiken er direct in. Ja, liefste Leo, deze week had ik het graag gehad over een van de belangrijkste transits op astrologisch vlak van dit jaar. Ik zal eventjes het volledig ontleden om te kijken wat het teweeg brengt voor ons allemaal en dan specifiek voor jou ook. Ik heb het over Jupiter, de planeet van groei, die tezamenkomt, conjunct met de planeet Uranus. In het teken van stier op 21 graden. Jij hoeft dit niet te onthouden. Nu, voor mij de grootste transit was begin dit jaar, wanneer Pluto in watermaan gegaan is voor de volgende 20 jaar. Deze is de tweede krachtigste, zoals ik al zei. Waarom? Het is een transit die maar één keer om de 14 jaar gebeurt. Dus dat op zich al is al vrij uniek. En als dat dan nog eens met die twee grote krachtpatsers van planeten, die ik zal verduidelijken aan jullie, ja, dan is het een unicum op zich. Hè. Het brengt enorm veel teweeg met zich, enorm veel mogelijkheden. Dus vandaar. Een belangrijk aspect altijd met zo'n krachtige transit. Als het een transit is van de buitenplaneten, dan voelen we die energie in grote hoofdstukken in ons leven. En zullen we die energie ook altijd voelen, ja, wat weken voordat die transit gebeurt en weken daarna. Dus we hebben deze transit nu op 21-4, dat is aanstaande zondag, maar ik zal u sowieso al meegeven. Ja, dat is echt het hoogste punt van die transit. Maar de weken voordien, dus eigenlijk al van begin maart en sowieso tot begin juni, dit volledige, ja, eigenlijk 3 maanden bijna, dan zullen we die intensiteit van die energie voelen. Ten eerste wat ik wens uit te leggen is wat een conjunction is. Ik gebruik altijd het Engelse woord, het is gewoon gemakkelijker voor mij. Maar eigenlijk betekent het gewoon twee planeten die samenkomen op één plaats, op één tijd in ons zonnestelsel. Ik zie het ook een beetje als bijvoorbeeld de twee wijzers van een uurwerk. Hè? Geen digitale normaal uurwerk. Hè? Je hebt de grote wijzer en de kleine wijzer. En dan komen ze alle twee dichter en dichter en dichter en dichter en dichter bij elkaar. En boom, 12 uur. Ze staan alle twee vlak op elkaar. Dit is wat we nu meemaken zondag met Uranus en Jupiter. Het is als een nieuwe start, een nieuw begin voor ons, een nieuwe opportuniteit, een nieuwe cyclus ook voor de volgende 14 jaar. Dus vandaar het is impactvol. Dus om dat te ontleden moeten we eventjes eerst kijken aan wie Uranus is. Uranus wordt gezien als de planeet van plotse veranderingen, snelle ontwikkelingen, rebellie, revolte, onverwachte shifts, onafhankelijkheid, impulsiviteit, toekomstgericht denken. Technologie is ook gericht aan of gelinkt aan Uranus. Uranus is de heersende planeet van het teken Waterman. En Waterman staat voor het unieke sterrenbeeld binnenin de zodiac. Het wordt een beetje als de alien van de zodiac genoemd. Dus momenteel zullen we sowieso al unieke energieën meemaken. Mogelijkheden tot uniek zijn en unieke ideeën wellicht. En dan heb je ook Jupiter. Jupiter is de planeet van expansie, van groei, van geluk, van positief denken. Jupiter is gewoon de grootste planeet in ons zonnestelsel. Ja, hij is eigenlijk 2,5 keer zo groot als alle andere planeten samen in ons zonnestelsel. Wij, de aarde, kan 1300 keer in deze planeet. Het is gewoon een gigantische planeet, een gasplaneet althans ook. En Jupiter is de heersende planeet van boogschutter en vis, hè? Ook van het negende huis. Het negende huis heeft alles te maken met expansie, met groei, met meer leren om meer breder te worden hier in die grijze massazone, ver op reis gaan, nieuwe filosofieën enzovoort. Dus
Alles met groei, verbreding, expansie is Jupiter. Je moet maar eens kijken in je eigen geboortechart, als je die kent. Je kan die ook altijd opzoeken online, geboortechart berekenen, tik je dan in. En dan dien je geboorteuur, geboortedatum en geboorteplaatsen te geven. En dan zie je eigenlijk zo'n ronde met allemaal als het ware een stukje staart. Waar Jupiter in staat, dit huis is gerelateerd. Neem nu bijvoorbeeld Jupiter staat in je 12e huis. Dan ga jij sowieso een enorme expansie, een enorme groei maken in jouw leven met betrekking tot spiritualiteit. Want het 12e huis is gelinkt aan spiritualiteit. Staat Jupiter bijvoorbeeld in jouw 2e huis en jouw 2e huis is gelinkt aan jouw financiën en je zelfwaarde. Dan ga jij sowieso een persoon zijn die op financieel gebied wellicht zeer veel geluk zal hebben in dit leven. En ook jouw zelfwaarde met betrekking tot jouw leven eigenlijk, wie jij bent, zal gedurende jouw leven meer en meer en meer groeien. Jouw identiteit zal alleen maar sterker en sterker worden. Dus waar Jupiter in jouw chart staat, zal die zone, zal dit huis enorm groeien in jouw leven. En zal het een enorme impactvol stukje van jouw leven zijn. Dus een belangrijk aspect, die Jupiter-planeet. Nu, wanneer die twee planeten samenkomen in het teken van stier, dan kunnen we algemeen hier op aarde, kunnen we gewoon zien dat we technologische doorbraken kunnen hebben. Wetenschappelijke vernieuwingen zijn altijd gepaard met zo'n soort van een transit. Nieuwe technologieën, nieuwe ontdekkingen die naar boven komen. Uranus, ook de planeet, is gelinkt aan verre reizen ook, maar bijvoorbeeld ook aan alles te maken heeft met ons zonnestelsel ook. Met alles wat hierboven gebeurt. Dus nieuwe technologieën, misschien met ruimtereizen kan naar boven komen. Het is sowieso een periode van groei en expansie om nieuwe zaken in ons leven te gaan ontdekken. Het teken stier, waar die twee planeten in samenkomen, wordt op astrologisch vlak geassocieerd met de eerste, met voeding. Maar ook met de aarde, het platteland, waar de voeding in groeit, als het ware. Ook financiën en banken worden gerelateerd aan stier. Dus dan kan je eigenlijk, als je alles samenbrengt, dan kan je eigenlijk zeggen dat er nieuwe technologieën kunnen komen of zullen komen met betrekking tot het oogsten van voedingswaarden. Ook die ganse sector zal belicht worden. En ook hoe mensen daarin behandeld worden. Dus de medewerkers in die sector van voeding zal belicht worden. Dat zie je nu al met stakingen, boerenbond, denk ik nog maar. Hoe mensen behandeld worden, bijvoorbeeld zelfs in supermarkten enzovoort. Dus mensen die erin werken, werknemers. Dus het zijn allemaal zaken die naar boven nu kunnen komen. En nieuwe zaken kunnen daaraan gerelateerd worden, nieuwe ideeën. De financiële sector kan het ook goed doen tijdens zo'n transit. Hè. Dus sowieso kan er snelle vooruitgang zijn. Ook hoe we omgaan met onze financiën. En dan ook, dan denk ik bijvoorbeeld aan de banken, denk ik ook aan de monetaire eenheden. Dus cryptomunten enzovoort kunnen een snelle vooruitgang gaan boeken tijdens zo'n een transit. Andere ideeën hebben, excentrieke ideeën hebben. Dus heb jij nu een moment, deze volgende maanden, dat je echt zegt, ja, ik weet niet van waar die ideeën komen, maar ik heb zo'n nieuwe ideeën, ik wens iets te lanceren, iets te beginnen. Dat is echt die kracht van Uranus dat jij nu voelt. Hè. Dus een beetje meer out of the box, hè. De excentriekeling die Uranus is, die nieuwe ideeën kunnen naar boven komen. Algemeen denk ik dat wij meer enthousiast zullen zijn. Die Jupiter-energie is zwaar aanwezig die ons enthousiaster maakt in ons dagelijkse leven of met betrekking de zaken dat we mee bezig zijn. En je kunt ook zo meer het gevoel gaan krijgen dat alles mogelijk is in het leven, waardoor jij je grenzen ook al wat meer kan verleggen, dat je meer aan kan momenteel ook. Elke transit heeft ook een schaduwzijde. En deze schaduwzijde heeft eerder te maken met de energie van Uranus. Uranus houdt niet erg van autoriteit. Dus het kan zijn dat je nu moeite hebt met mensen die autoritair gezag uitstralen naar je. Dat kan bijvoorbeeld een werkgever zijn of noem maar iemand die autoritair is tegenover jou. Compromissen sluiten is ook zo'n aspect, een schaduwzijde daarvan. Dus je kan het nu moeilijk hebben met je partner bijvoorbeeld om compromis te sluiten. En je enthousiasme momenteel kan ook zelfs een beetje te enthousiast zijn, waardoor
Ja, dat we algemeen niet volledig alles doordacht hebben. We hebben die puntjes op de i nog niet volledig gezet, omdat we een beetje te enthousiast kunnen zijn. Nu, op astrologisch vlak heb ik eventjes ook gekeken welke gebeurtenissen er mondiaal gebeurd zijn telkens met deze grote transit van 14 jaar. Ik heb ze niet allemaal overlopen, maar ik heb er toch een paar uitgehaald die direct voor mij in het oog sprongen. Dat is ook de beste manier op astrologisch vlak om te kunnen bepalen wat we in de toekomst kunnen verwachten, is altijd kijken naar het verleden. Nu, wanneer we deze transits gehad hebben. De eerste die in het oog sprong voor mij was 1775. Ik ben zo ver teruggegaan, jawel, maar toen hadden we de Amerikaanse revolutie. En dan moet je weten, 14 jaar verder, naar 1789, hadden we de Franse revolutie, alstublieft. Dus ik zeg nu niet dat wij een revolutie zullen hebben, maar het is toch wel merkwaardig. 1969. Dan spreken we over een enorme rebellie, revolte. Revolte tegenover de oorlog in Vietnam. Nu moet je maar eens kijken wat er daar vandaag van bezig is. Die revolte dat ook naar boven aan het komen is. Tegenover de oorlog in Israël en Iran nu momenteel die er ook mee gemoeid is. En Hamas enzovoort. Dus het zijn allemaal dingen die weer terug aan het keren zijn. Hè. De vrouwelijke beweging, revolte, rebellie daarvoor, gay rights movement was ook in 1969. Algemeen kan je zeggen, tijdens deze soort transits hebben de mensen, of vechten de mensen meer voor een bepaalde soort van vrijheid en onafhankelijkheid in hun leven. Ook op wetenschappelijk en technologisch vlak zien wij grote sprongen altijd tijdens zo'n transit. De Apple iPhone, de allereerste Apple iPhone, is gebouwd geweest, jawel, op een Jupiter en Uranus conjunction. Surrey, het spraakprogramma om te spreken tegen een computer die iets voor ons opzoekt, de allereerste, was in 2010, dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden, 14 jaar geleden, tijdens een Jupiter en Uranus conjunction. Ook Copernicus, Newton en Darwin, hun grootste ideeën die ze naar buiten gebracht hebben, expansieve ideeën, was met een transit van Jupiter en Uranus. De elektriciteit is ontdekt in 1830. Jawel, je raadt het. Jupiter en Uranus conjunction. Ik zuig het niet uit mijn duim. Dat is echt, dat zijn van die grote, impactvolle gebeurtenissen die nu nog de dag van vandaag een betekenis hebben in ons leven. Want elektriciteit is algemeen aanwezig en zonder die ontdekking gingen we niet gestaan hebben waar we vandaag staan. Dus zijn, in het Engels zeggen we pivotal moments in life. Heel belangrijke punten, schakelmomenten in ons leven hier op aarde. De printerpers is ook zo'n voorbeeld. Is ook uitgevonden geweest tijdens de Jupiter en Uranus conjunction. Daaruit heeft voortgeleid dat wij boeken hebben kunnen maken en kunnen lezen. Dus allez, zo belangrijk, hè. Ik kan blijven door en doorgaan, dat is niet de bedoeling. Ik wou gewoon een paar punten meegeven hoe belangrijk het was. Voor ons algemeen, voor in ons leven, denk ik dat je het, ja, verwacht gewoon het onverwachte. Dat is het eerste dat je kan meedelen met Uranus en Jupiter. Kijk ook in jouw leven voor nieuwe opportuniteiten van expansie en van groei in jouw leven. Die zullen echt wel aanwezig zijn. En ook laat gewoon het oude los, hè, want we zitten in zo'n schakelmoment. Hè, en een schakelmoment zal vaak vragen aan ons om die oude manier van zijn los te laten. En die nieuwe jij die aan het opstaan is, nieuwe hoofdstuk, die nieuwe cyclus voor de volgende 14 jaar te omarmen. Hè, dat niet tegenwerken. Nu, voor jullie specifiek, liefste Leo, moet ik even in mijn notas kijken. Jullie beleven deze transit in jullie tiende huis. Dat is eigenlijk jullie huis van werk, van carrière ook. Dus het kan wel zijn dat jullie wat rusteloos zijn nu momenteel met betrekking tot jullie carrière. Je kan een verandering wensen op jullie jobgebied. En kan voelen, ja, dat je wat vastzit, dat je niks meer kan leren op je oude job waar je nu bent, dat je minder geapprecieerd bent, zodanig dat je wenst te veranderen van richting. Kan ook zijn dat je daar een beslissing in aan het nemen bent om eventueel gewoon een betere job te zoeken voor jou die gewoon beter aligneert nu met wie jij bent. Hè. Je kan je momenteel ook vrij voelen. Hè.
En ook vrij gevoelig zijn. Dat wou ik eerder meegeven. Tegenover mensen die jou niet appreciëren. Jouw tiende huis is echt tegenover jouw tweede huis. En jouw tweede huis heeft te maken met je eigen waarde. Dus als mensen jou niet appreciëren, momenteel kan je daar zeer gevoelig aan zijn. Hè? En dat zal wel gelinkt zijn dan ook op carrièrevlak. Het is algemeen zo een huis waar dat jij wenst in te groeien, jouw tiende huis. Dus ik denk wel dat jij op carrière, op jobvlak, wenst te groeien, iets wenst te verbeteren. Dus als jij voelt dat je stagneert, ga je sowieso veranderen van richting. Dat is een feit. Hè? Dus je wil groeien op carrièrevlak. Kan ook zo'n boost zijn daarvoor, voor nieuwe ideeën die naar boven aan het komen zijn. Hè? Die Uranus-energie, die nieuwe excentrieke ideeën die zo naar boven spruiten uit onze linkerkant van onze hersenhelft. Heb je geen job, dan heeft dat echt wel meer te maken nu met jouw ambitie, de zaken waarvoor dat jij passie hebt in jouw leven. Hè. En ik denk ook voor bepaalde leeuwen dat er onverwacht iets uit de hoek kan duiken met betrekking tot een job, een carrière of iets waar dat jij voor gepassioneerd bent. Iets dat op jouw pad komt waarvan jij zegt, oh, kijk eens aan, ik wou dit eigenlijk en nu wordt dat precies als een cadeautje mij aangereikt. Dus ik denk wel een zeer vruchtbare periode voor jullie liefste leeuw. Dat is zo'n beetje alles wat ik wou vertellen op astrologisch vlak. Ik schakel heel graag over naar de tarotlezing zelf. Ik hoop dat deze puntjes voor jullie wat vertrouwd aanvoelen. Ik hoop ook dat het duidelijk was. Goed. Wij gaan overschakelen. Even alles aan de kant leggen. Nu, voor de mensen die nieuw zijn, algemeen nog eens welkom. Ik geef altijd heel kort mee dat ik tweetalig ben. Ik ben zowel Vlaams als Engelstalig. Waarom? Omdat ik luidop connecteer tijdens een tarotlezing met mijn kaarten. Is hoe ik samen werk met mijn kaarten. Dus je zult mij wat Engels horen spreken daardoor. En ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten, maar ik zal ze direct vertalen voor jullie en uiteraard ook verklaren. Hè. Ik begin de lezing altijd met enkele orakelkaarten. Die leggen heel mooi de basis, komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. Ik heb hier ook tal van decks waar ik heel graag mee samenwerk. Alle decks zijn op voorhand geshuffeld geweest. Doe ik altijd off-camera. En na de orakelkaarten spring ik direct over hier naar de tarotkaarten zelf. Goed, genoeg gezegd. We beginnen eraan. Slokje water. Oké, here we go. Even recht zetten. Alright. Show me what I need to know, please, for Leo. Anything I need to know, please, for Leo. Thank you. Mooi. Kijk eens. Twee pracht van kaarten. Zal ik ze zo tonen. De allereerste kaart, happiness. En de tweede kaart is courage. Dus jij bent op weg waarschijnlijk om heel veel happiness, geluk aan te trekken in jouw leven. En zoals ik zei, als het een schakelperiode is, dan dienen we echt wel moed en lef te hebben om te blijven volhouden en vooruit te gaan en niet negatief te gaan denken. Dus dat is die courage. Hè. Die kaart vraagt hè, om hier echt wel als zo'n rots in de branding te zijn. En dat tegen alles blijft staan. Hè, met die twee voetjes geankerd op de grond. Hè. Waarom? Omdat jij wenst vooruit te gaan. En jij bent aan het zoeken achter die happiness voor jou. Hè. Die happiness in jouw leven terug aan het zoeken. Het kan, zoals ik zei, op carrièrevlak zijn. Maar deze kaart spreekt over het algemeen uiteraard. Oké, eerste twee kaarten alvast. Het tweede dek. Oké, show me what else, please. What I need to know. Leo for the collective. Any general message, please. A message, please. For Leo for the collective. Thank you. Magic prayer. Opnieuw, zo speciaal. Ah, kijk eens aan. Goblins and unexpected visitors. De goblins spreken over zaken die jou bezighouden in jouw hoofd. Over zaken die muizenissen in ons hoofd. En dan trek ik ook nog eens de unexpected visitor. En dan zie je hier ook... Wacht, hè. Dan zie je het hier. Ja, het is hier. Ik dacht altijd dat het een muis was. Het is eigenlijk een klein konijntje die hier zit. Maar unexpected visitors kunnen eigenlijk onverwachte dingen kunnen...
En nu, onverwachte energie, sowieso met Uranus, kunnen plots aanvoelen. Hè. Weet dat onverwachte dingen ook op jouw pad kunnen komen als het gelukskonijn en als een geluk voor jou. Om je extra te motiveren en te duwen in een andere richting ook soms. Nu, sowieso zie ik verandering voor jullie, hoor. Deze kaart toont mij aan, het is nummer 5. En nummer 5 is voor mij altijd gerelateerd met verandering. Dus sowieso zie ik verandering voor jullie. En het kan wel zijn dat die verandering gewoon wat angstig aanvoelt. En dat dan daardoor wat aan het malen is in het hoofd eventueel. Oké. Ik heb nog eens een oud deck uitgehaald. Dat is eentje die hier nog in de kast lag. En ik was in mijn kast van mijn tarot- en orakelkaarten aan het kijken. En ik kwam deze tegen. Het is zeker meer dan een jaar geleden dat ik hem uitgehaald heb. Maar ook altijd wel leuke kaarten, vind ik dan. Alright, show me what I need to know, please. Hoppa, voor Leo. Kom op. Oké, thank you. Eerste kaart, cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into my life. Ja, dat is een kaart die spreekt over dat er enorm veel weelde en geluk op jouw pad aan het komen is. En dat echt wel ondersteund is door het universum. En aanvaard ook wat jij krijgt. Duw het zeker niet weg. Dus als jij hier een unexpected, een onverwachte verrassing hebt... Duw dat alstublieft niet weg. Deze kaart spreekt daar ook over. Gebruik het in jouw leven om die zaadjes te planten, zodanig dat je iets kan laten groeien. Want daarvoor krijgen wij onverwachte verrassingen in ons leven. Mooi om te zien. Oké. En dan deze kaart spreekt over trusting your intuition. Het is een intuïtiekaart. My life is truly guided. Ja, prachtig van de kaart ook. Ja, vertrouw op jouw intuïtie. Hè. Vertrouw dat het universum jou echt begeleidt. Het universum toont zelfs jou de weg. Kijk door het sleutelgat. Kijk en dan zie je echt wel die weg waar jij dient te gaan. Je bent ondersteund door het universum ook. Hè. Die energieën rondom ons. Dat is de reden waarom ik graag astrologie doe. Omdat het ons begeleidt. Als wij een notie hebben van de energie en wat er nu bezig is, zijn het eigenlijk cadeautjes die gegeven worden aan ons. Daarom deel ik dit ook mede van, gebruik die energie dan ook, duw die niet weg. Hè? En hoe meer dat we die kunnen gebruiken, hoe meer dat we kunnen aligneren met die energie, hoe meer gewoon dat wij ja, wilde en van alles kunnen aantrekken in ons leven. Dus daarover spreken echt die twee kaarten. Hè? Weet dat jij beschermd bent, werk met die energieën en die cadeautjes dat je krijgt. Super, oké. Welk deck wens ik nog? Ik heb er nu 3. Oké, deze nog. Oké. Kom op. Leo, please. Kom op, please, Leo. One more message, thank you. Ja, de allereerste had ik Broken Arrow. Embrace the energy of peace. Is er iets gebroken? Is er iets, heb je ruzie gehad met iemand? Is er iets, moet jij weg van jouw werk? De Broken Arrow, omarm het dan ook. Omarm een soort van vrede ook, om daarin vrede mee te zijn. Want het zal je sowieso begeleiden naar een ander pad. Daarover spreekt deze kaart. En ik heb de stack, Trust and Thrive. Ja, vertrouw. Wat ik krijg je continu door bij jullie is vertrouw op jouw intuïtie, vertrouw dat jij ondersteund wordt. Dus zeker in perioden als er een shift is in jouw leven. Hè. Trust and thrive. Hè. Denk aan dit hert, hè. Dat is de horens vooruit. Heel moedig, edelig dier hè. En die blijft vooruit gaan, die geeft ook niet op. Hè. Dus trust and thrive. Speciaal wel. Oké, en ik wens wel nog 1 kaartje te nemen voor jullie, voor ik overga naar de tarotkaarten. Oké, one more card, please. One more message. For Leo. One more message. Thank you. En de klitwortel. Ik help je samenwerken. Samenwerken valt niet altijd mee. Blijf rustig, communiceer, respecteer de ander, sta open voor andere meningen en maak samen een plan. Draag me bij je en ik zal je ondersteunen om je samenwerking vlot te laten verlopen. De klitwortel. Nu, dat is een Nederlands deck. Ik ken dit echt niet, klitwortel.
wortel. Maar ik ben natuurlijk ook niet echt helemaal thuis in natuurkunde. Elk zijn vak, zeg ik dan. Misschien sommigen onder jullie wel en weten wat een klitwortel is. Maar het spreekt toch alvast over samenwerken, hè? Met andere mensen, rustig blijven, trust and thrive, embrace the energy of peace. Vind ik het belangrijk, omdat die er nu bij ligt. Hè? Dus heb je momenten moeilijkheid om samen te werken met je collega's, of zelfs in het huishouden, met de familie zelf. Hè? Omarm die vrede, blijf rustig. Goed, we nemen de tarotkaarten erbij. Alright, ik neem algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit jumpen. Ik zal ze tonen aan jullie en daarna nog eens verklaren met een tweede deck. Tenminste, ik ging zeggen vertalen. Okay, show me what else I need to know, please. For Lia. Thank you. Anything else? Okay. Anything else, please? Thank you. Anything else for Lia? Thank you. Collective, one more. Yes, alright. Enough. Wow. Wow. Okay, speciaal. Allereerste kaart die eruit flipte was de Devil kaart. Nu, de Devil kaart spreekt over angst. Spreekt over... Vroeger zeiden ze een engeltje en een duiveltje. We moeten luisteren naar dat engeltje, want het duiveltje spreekt zo wat angst in. Fluistert in ons oor zo van, jij bent niet genoeg. Jij hebt daardoor weinig zelfvertrouwen. Hè? Dat is die duivelenergie. De andere kant van de duivelenergie is ook dat je te vaak zaken doet in jouw leven die niet helemaal goed zijn voor jou, waardoor dat je niet helemaal gebalanceerd bent. Dus dat is zeer breed. Hè? Kan ook gaan naar een onafhankelijkheid aan iets. Dat kan ook gaan naar substanties bijvoorbeeld. Net dat glaasje wijn 's avonds te veel. Dat stukje taart te veel dat je graag eet. Of dit snoepje dat je elke avond eet. Of naar de relatie ook dat je in bent. Kan zijn dat je een beetje te bezitterig ook kan zijn. Door angst die optreedt. Dus het is een brede kaart, de duivel. Hè? Ik zal hem sowieso verklaren. Hè? Die ligt onder happiness. Hè? Dus het zou jammer zijn mocht je angst ergens jou beletten van achter jouw doelen heen te gaan. Hè? En ook die courage kaart ligt hierbij. Ik zal het sowieso moeten verklaren. Straks. Ik ga over naar de Knight of Pentacles. Deze Knight vraagt aan jou om actie te ondernemen. Met betrekking tot waarschijnlijk jouw job hoor. Ik heb hier Pentacles spreken echt wel over jouw job. Over jouw carrière. Iets dat op materieel vlak belang heeft voor jou. De Knight vraagt wel om dit rustig te doen, stap voor stap. Dit is de rustigste Knight van het deck. Hè. Dat is een van mijn lievelingsknights. De andere Knights zijn meer gedraven. Hij denkt goed na over zijn beslissingen en zijn acties die hij neemt. Je ziet het hier ook. Je ziet dit paard is nog niet in draf. Dit paard is ook niet in galop. Dit paard staat momenteel stil en zal zijn volgende stappen zetten. Heel bewust. Hè? Heel goed uitgepiept wat hij dient te doen om zijn volgende acties te zetten. Dus ook daar aan jou wordt er gevraagd om actie te ondernemen, maar op een bewuste manier, een organisatorische manier bijna. Ik heb de Six of Swords. Zeer mooie energie die toont aan mij dat jij met iets zult volharden. En waarschijnlijk op mentaal gebied, want die ligt onder die goblins. Het is wel altijd leuk om te zien als de kaarten mooi correleren. Hier zat je in het hoofd over iets. Hier zie ik dat jij succesvol bent en dat jij volhardt. Maar je zit zo tussen de twee zones. Hè? Van het een aan het weggaan en naar het andere aan het gaan. Hè? Je ziet hier ook die man hier op zijn boot. Ze gaan van woelige water gaan ze terug naar rustige wateren. Hier zie je de woelige wateren, hier zie je de rustige zee. Dus veel meer rustigere zee dan de woeligere zee. Ja? Maar ze zitten in die tussenperiode, zitten daartussen. Maar ze geraken enkel maar naar de andere kant eigenlijk als ze volharden. Daarover gaan die kaarten voor jou. Volharden. En dan heb ik de Hermit kaart ook. Nu, die Hermit kaart spreekt echt wel over het licht van binnen die aan het schijnen is. Ideeën dat jij aan het krijgen bent. Wijsheid dat jij aan het opdoen bent.
Trust your intuition. Dat ligt zo ongeveer daarover. My life is truly guided. Je ziet dat hier ook. Hè? De wijze hermit. En dan eigenlijk dit lantaarn. Dat is zijn innerlijke intuïtie die hem begeleidt in zijn leven. Het is ook een kaart die u aanraadt om te denken. Neem wat tijd voor jou indien nodig om na te denken over bepaalde zaken in rust. Je ziet ook die hermit, heeft de hermit, de naam staat er ook voor, is je terugtrekken in stilte, waar het donker is, waar je tijd hebt om na te denken, waar je tijd hebt om jouw intuïtie te laten spreken als het ware. En daardoor kan je dan je intuïtie laten begeleiden. Trusting your intuition. Nu, die kaarten vallen niet voor niets op die manier. Hè. Dat heb ik met een lezing altijd zeer duidelijk hoe die kaarten hier mooi vallen. Hè. Dat jij dient te vertrouwen op jouw intuïtie en jouw intuïtie zal dit lichtje zijn. Je zit hier ook in die lantaarn. Als jullie het kunnen zien, zie je hier een ster bijna erin. Ik weet niet of dat die detail helemaal duidelijk is. Die ster wijst op een hoop en een droom waar jij wenst heen te gaan. Hè. Dat is een lange termijnvisie dat jij hebt, hè. Dus ze heeft genoeg rust genomen voor zichzelf om die intuïtie naar boven te laten komen met betrekking tot een lange termijn plan. En dan eindigen jullie de reading met twee grote bombastische kaarten. Dit gebeurt zelden. Twee acen na elkaar. De ace van Pentacles en de ace van Cups. Prachtig om te zien, liefste leeuwen. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, eisen zijn nieuwe beginnen, nieuwe concepten, nieuwe ideeën met betrekking tot jouw job, sowieso. En met betrekking tot jouw emoties. Hoe jij je voelt in jouw leven, op vlak van jouw job, enzovoort. Nieuw pad, nieuw concept, nieuwe ideeën, de deuren gaan open. Je ziet hier ook bij de Ace of Pentacles, zie je hier zelfs een padje hè, dat jou begeleidt door deze boog van planten. Zie het als een nieuw portaal, een nieuwe gateway, een nieuwe opportuniteit die openstaat voor jou. Een nieuwe cyclus die aanbreekt voor de volgende 14 jaar zelfs, zoals ik al meegaf op astrologisch vlak. Fantastisch. Goed, we gaan de kaarten verklaren. Alright. The Devil, please. Clarify the Devil. Wow. Oké, ja, dat is een beslissing. Dat is een beslissing dat jij dient te nemen. En als die op die duivel ligt, ja, dan moet je letterlijk beslissing nemen tussen luisteren naar het ene of luisteren naar het andere. Dat is een beslissing op, ik denk dat jij je opties aan het afwegen bent met betrekking tot iets. Het heeft betrekking over waar dat jij nog gelukkig bent, op welk vlak jij nog gelukkig bent. En de Ace of Cups valt er ook nog eens uit. Nieuwe gevoelens. Ja, ik zei het, ik heb twee keer nu al de Ace of Cups die eruit valt. Hè. Dus nieuwe gevoelens voor iets, voor iemand kan ook. Maar ik zie een beslissing dat je dient te nemen. Opnieuw, liefste leeuw, jouw beslissing dien jij te nemen vanuit jouw buik. Ja? Dat is heel duidelijk in deze lezing. Okay? En wees moedig daarin. Hè. Laat je niet dat duiveltje in je oor praten. Van jij bent niet goed genoeg of jij kan dit niet, jij kan dit wel. Knight of Pentacles. En de Tower. Ja, je hebt een Tower moment. Dus er is echt een keerpunt in jullie leven. Hè? Het oude wordt afgebroken en het nieuwe komt in de plaats. En het ligt op die Knight of Pentacles. Dat is een bepaald inzicht dat jij aan het creëren bent ook in jouw leven. Hè? Kijk, ik heb de twee vijven. Twee vijven spreken voor verandering al. Ik zal het jullie nog eens tonen. Dus die goblins in jullie hoofd, hè? Die unexpected, iets onverwachts dat gebeurt. Nummer vijf is verandering. En dan heb je de Tower. De Tower is echt wel iets onverwachts dat gebeurt in jullie leven. Wie is daar niet bang voor? Dit is echt wel iets die er binnenkomt om jou te helpen actie te doen, ondernemen, om de volgende stappen te zetten. Opnieuw, die volgende stappen zijn planmatig, stap voor stap. Niet loshollen. Het is een stap voor stap energie. Maar het is wel een plots inzicht dat het met zich meebrengt. Oké. Six of Swords, please. Clarify that Six of Swords. Goed, hè? En nog eens de Knight of Cups.
ook daar terug. Hè. Die actie dat jij onderneemt, die vooruitgang dat je aan het boeken bent omdat jij volhoudt. Jij houdt vol, jij boekt vooruitgang. En alles heeft zo met jouw emoties hier te maken in deze lezing. Jouw emoties, jouw intuïtie begeleiden jou overal heel mooi. Kijk, als jij volhardt, kom je naar die rustigere wateren. Hè? En die Knight of Cups kom jou helpen om actie te ondernemen. Hier zijn het swords. Swords zijn het mentale aspect. Dus je bent mentaal misschien beslissingen al aan het maken. En dan die Knight kom jou ondersteunen op emotioneel vlak. Ook van, oké, maar emotioneel gaan we dit linken en gaan we een beslissing nemen. En gaan wij volharden, gaan we vooruit blijven gaan. Vergeet niet, dit ligt onder deze mooie, prachtige kaarten. Wat jou aangeboden wordt, dit zaadje die jou aangeboden wordt, om dit te planten in de grond. Dus ik lees hier echt in jullie lezing dat er hier een serieuze verandering aan zit te komen. Het is echt de ondersteuning van jou. Het is het universum die jullie ondersteunt en die jullie een duwtje aan het geven is, als het ware. Vaak als wij niet beslissen in ons leven, zal het universum waarschijnlijk wel beslissen voor ons. En dat is echt een goede van ons. Misschien kan je het op het moment zelf niet helemaal dan zien als het iets goed is, maar het is sowieso goed. En ik spreek niet vaak over mijzelf in lezingen, maar ik durf daar echt van mezelf al meegeven. Ik heb dit zelf al te lijve ondervonden. Dus weet dat alles goed komt. Hermit, please. Clarify. Thank you. Four of Pentacles. Ja, ja. Die terugtrekken, dat stukje dat jij je eventueel kan terugtrekken om te luisteren naar jouw intuïtie. Ik denk dat jij dat zult doen om een bepaalde stabiliteit terug te creëren. En die stabiliteit zal waarschijnlijk te maken hebben in jouw materieel leven. Dus om materiële stabiliteit te creëren, zal jij waarschijnlijk even je terug dienen te afzonderen, als het ware. Om die stabiliteit op emotioneel vlak en dat lichtje naar boven te laten komen. En jou te laten begeleiden. Het is precies of ik het letterlijk voor mij zie, wat dat jij aan het doen bent. Ace of Pentacles, please. Clarify the Ace. Je hebt de Star. Fantastisch. En je hebt, zijn er twee uitgevallen. En je hebt de Ten of Pentacles. Bravo, liefste Leo. Kijk. Dit nieuwe pad die aangeboden wordt voor jullie. Ja, is jullie hoop, jullie droom. Is jullie wens die in vervulling komt. Is jullie lange termijn plan. Die in fluïtie aan het komen is. En de Ten of Pentacles is echt wel de kaart die aan het ontschieden. Al die pentacles, dat is money, money, money. Dat is het financiële luikje die meer stabiliteit zal binnenbrengen. Dat is een hoop, een droom die tot fruitie aan het komen is, omdat er een nieuw pad open gaat. En jij kan één hoofdstuk daarin afsluiten. Je hebt een lange weg afgegaan om daar te geraken. Die kaarten tonen aan dat jij moet blijven stilstaan en vertrouwen daarin. Fantastisch om te zien. En dan gaan we de laatste kaart ook verklaren. Ace of Cups. Clarify the Ace, please. Thank you. Ja, the change, hè. One more, please. One more. On the Ace of Cups. Ja. Ik heb de Strength kaart en de veranderingskaart ook mentaal. Hè. Dus je hebt hier een Ace of Cups. Hè. Dat is een beker van veel meer van veel liefde die naar jou toe komt. Hè. Een nieuw begin op emotioneel vlak, niet alleen op carrière of job gerelateerd of materieel vlak in jouw leven. Hè. Maar ook, zoals ik zei, ook op het emotionele luikje van jouzelf. Hè. En ik zie dat dat enorm veel verandering teweeg zal brengen in hoe dat jij kijkt naar jouzelf. En jij zal veel krachtiger worden als persoon zelf daardoor. Dus al die beslissingen wat nu staat te komen, is echt wel ten goede om jou verder te propuleren. Naar jouw pad waar jij dient heen te gaan, liefste Leo. Fantastische lezing. Opnieuw. Mooi. Ik zal hem hier ook afsluiten of afronden. Ik hoop dat deze boodschappen voor jullie resoneerden. Zo ja, dan mag je zeker onderaan de video op de like-button klikken.
Dat toont aan voor mij dat de boodschappen resoneerden. Ja, je mag ook altijd abonneren als je dit nog niet gedaan hebt en als je mijn soort lezingen leuk vindt. Je kan ook op het belletje klikken als je wenst op de hoogte gebracht te worden van de volgende video's. Wekelijks krijg je een nieuwe video van mij. Ik zal er nog enkel vandaag kort aanhangen, als je nu nog aan het kijken bent, dat ik dit weekend eenmalig op 21 april, aanstaande zondag, dus overmorgen, eenmalig op een spirituele beurs aanwezig ben met mijn kaarten om er private readings te geven. De beurs is in Torhout, in West-Vlaanderen. Ik weet het, voor de meesten waarschijnlijk ietsje te ver, maar ik wens het toch mededelen. Wil je meer informatie daarover, kan je onderaan in de beschrijving van de video, dus je klikt op meer naast de video en dan klik je naar de beschrijving, scroll je naar beneden en dan heb ik een kleine beschrijving erbij gevoegd en dan helemaal onderaan staat er een link van Facebook. Een kleine embleempje van Facebook staat er ook. Klik daarop, dan word je doorgestuurd naar het evenement die aangemaakt is op Facebook door de organisator. Daar vind je alle uitleg over de beurs, welke standhouders er zijn, er zijn ook tal van workshops. Ikzelf ook en het adres zul je daar ook vinden. Dus hopelijk kan ik enkele onder jullie ontmoeten. Maar ik wens jullie alvast te bedanken om te kijken. Ik wens jullie toch een heel fijn weekend, een goede nieuwe week. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste leer.